Hallo, leuk dat je kijkt naar TTM TV, naar een nieuwe vlog. Ik ben onderweg met de Opel Combo, de nieuwe Opel Combo. Nou, heb je dat wel vaker gezien natuurlijk. We zijn al meer onderweg geweest met het nieuwe PSA Trio, Citroën Berlingo, Opel Combo, Peugeot Partner. Vandaag rij ik even in deze versie. Het is een persoonauto versie trouwens, maar daar kan je niet zoveel van zien. Hij heeft een automaat, hartstikke fijne automaat, 8 versnellingen. En vandaag, ja, we gaan natuurlijk niet weer hetzelfde vlog maken als vorige keer, maar ik denk dat we vandaag wat nieuwe toepassingen gaan zien van het nieuwe PSA Trio. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. We gaan het zien. Nou, als we het dan hebben over noviteiten, dit is er een dubbele cabine in de Berlingo Partner en Combo. Dat is nog nooit vertoond, in ieder geval niet in dit segment en ook niet in Nederland. Andere landen hadden ze dat wel als achteraf inbouw. Maar vanaf nu af fabriek een dubbele cabine. Nou ja, ook met goede stoelen, want deze komen gewoon uit de personenautoversie, dus je kan goed zitten, best comfortabel zo. Helemaal niks aan de hand. Deze stoel, je ziet het, die kan je ook nog neerklappen. En je kan van de dubbele cabine ook weer een enkele cabine maken. Hoe maak je van de dubbele cabine een enkele cabine? Ga ik je laten zien. Let op, doe maar één keer voor. Zo heb je een dubbele cabine en zo heb je een enkele cabine met behoorlijk wat extra laadruimte erbij. Dus dat scheelt een heleboel. We hebben ook nog dit deurtje in het tussenschot in het hekwerk wat open kan, zodat je door kan laden tot, nou, tot eigenlijk aan het dashboard. We hebben de mensen van Opel en van PSA hebben mij verzekerd dat dit verschuifbare tussenschot EU gehomologeerd is. Ook nieuw, de Opel Combo als 4x4, geschikt voor in het terrein, lekker veel bodemvrijheid natuurlijk. En deze auto is er ook natuurlijk als Citroën Berlingo en ook als Peugeot Partner. En ze worden allemaal nog steeds uitgevoerd door de Franse firma Dangel, want dat zijn experts in het terrein. Ook nieuw is deze lange wielbasisversie, hier als Peugeot Partner. Ik moest echt 2 keer kijken, want hij is zo lang, het lijkt wel een expert. Oh, zo lang is die. Maar het is echt een partner. Straks eens even binnenkijken. We zijn weer terug in camouflage modus, zoals je kunt zien. We rijden met een 4x4 Berlingo in dit geval. De Berlingo 4x4 die dus wordt verzorgd door Dangel. En die kunnen dat heel goed, zoals we ook wel vaker hebben gezien. En dat blijkt nu ook wel weer. Volgende innovatie, de Worksite versie. In dit geval van de Peugeot Partner. Kun je zien aan de wat grotere banden. 16 inch. En ook de verhoogde bodemvrijheid, waardoor je gewoon wat beter in het ruwe terrein zoals dit kan rijden, bouwterrein. En deze Worksite versie is eigenlijk ook weer een primeur, want dat hebben we eigenlijk ook nog nooit eerder gezien in de bouw. Een speciale auto. En nou, van binnen is het ook goed geregeld, want je kan gewoon iemand meenemen. Dit is natuurlijk nooit de meest comfortabele plek zoals we weten. Maar even met je maten naar de bouw rijden zo, een paar kilometer, dat is te doen. In deze bouwversie van de Peugeot Partner, of de andere twee natuurlijk, zitten dezelfde motoren. Maar ja, je wil natuurlijk in dit ruige terrein weer wel het liefste de diesel hebben. En daarmee kom je ook lekker voor je plek. Kijk maar! Nog even een laatste rit gedaan met de Combo Cargo in de XL versie. De verlengde versie dus. En zoals ik al zei, die is best lang. En dat die XL-versie lang is, dat kan je ook merken in de laadruimte. Er is een laadlengte van 2,8 meter. Dat heb ik al eerder gemeten in een vorige vlog. En het laadvolume, dat bedraagt 3,8 kubieke meter.
En dat betekent dat het laadvolume niet eens zo heel ver af zit van de compact versie bijvoorbeeld van de Peugeot Expert of de Citroën Jumpy. Dus ja, dat gaat allemaal heel dicht naar elkaar toe. Dus je moet wel goed nadenken hoeveel laadvolume je nodig hebt. Het laadvermogen van deze XL-versie is overigens 1000 kg. En dat is maar net onder dat van de compact versies van de Expert en de Jumpy. Dus je moet goed nadenken wat belangrijk voor je is. Laadvolume, laadvermogen en dan de goede keuze maken. Dankjewel voor het kijken naar dit vlog van TTM TV. We waren te gast bij Opel in Rüsselsheim. En dat is best toepasselijk, want Opel heeft natuurlijk een rijke historie als het gaat om bedrijfsauto's. Denk maar eens aan de Opel Blitz. Daar hebben echt heel veel mensen hun grote rijbewijs opgehaald. Dit is een Olympia, een Schnelllieferwagen uit 1953. En die was ook al best innovatief, want kijk dat net. Net als de Combo heeft hij hier een bankje zitten, een dubbele cabine zo je wil. Maar ook met de nieuwe Combo en de nieuwe Berlingo en de nieuwe Partner gaat vast de historie worden geschreven. Want dat zijn gewoon hartstikke innovatieve en slimme auto's. Ik zie je graag de volgende keer bij TTM TV. Hoi!